Mevrouw? Howdy. Zijn we er al, Freddy? Bijna. Het is echt aardig van je nicht Karin om ons alles over het houden van zwijnvissen te leren. Zij zal blij zijn met de hulp. Het is moeilijk om een grote rens in je eentje te kunnen houden. Gaan we grote cowboyhoeden dragen? Een kleine cowboyhoed zal je beter passen. Kom op, we gaan. Ik pas toch wel een middelgrote cowboyhoed, Freddy. Minimaal tussen klein en middelgroot in. Ik heb mijn nicht Karen niet meer gezien sinds haar bezoek afgelopen winter. Daar is nicht Karins ranch. Ik kan haast niet wachten. Laten we gaan, Freddy. In onze stad kwam op een klaardag een woestijnziende vis. Hij zag er angstaanjagend uit. Ik schrok toen ik hem zag, in zijn ogen blonk een lach. En die lach, zo zag ik, zorgde voor veel schrik. Want deze vis had kaken zo groot als een huis. Iedereen was, geloof me maar, zo bang als een muis. En toen hij iemand vroeg om naar hem toe te komen, om hem een keer lekker op zijn rug te krabben, zwom iedereen meteen weg. Maar de vis had gewoon jeuk op het midden van zijn rug. Hoi, nicht Karen. Oeh, hallo, Freddyke. Eila, loop af. We zijn klaar om je te helpen. Waar zijn de zwijnvissen? Wel, er is een klein probleemke. Mijn bekroonde zwijnvissenkudde is namelijk gestolen. Gestolen? Hoe bedoel je? Iemand heeft ze zonder vragen zomaar meegenomen. Dat is niet aardig. Nee, inderdaad. Een zwijnvis heeft bijzondere zorg nodig. Ik denk dat ze in grote problemen zitten. En ik weet niet wat ik moet doen. Heb je de politie gebeld? Ik denk dat de sheriff de stad uit is. En ik moet hier blijven voor het geval de zwijnvissen ontsnappen en thuiskomen. En daarnaast moet ik mij natuurlijk ook nog een heleboel zorgen maken. We zullen je wel helpen, nicht Karen. Lobat en ik zullen de zwijnvissen vinden en die dieven gevangen nemen. Ja. Allebei bedankt. Jullie bewijst mij dan echt een dienst. Kijk, Freddy, een paarse zeeegel. We zijn rijk. Ik ben reusachtig. We zijn in de Zilte Geul. Dit moet het dorpsplein zijn. Laten we een paar inwoners vragen of ze iets weten over die dieven. Klanten. Hallo en welkom bij Alleen Gespen. Ik ben Nelson Torso. Hoe kan ik je van dienst zijn? Ik ben Freddy en dit is Lubas en wij helpen mijn nicht Karen Katvis. Dieven hebben al haar zwijnvissen gestolen. Dieven? Nou, daar weet ik niks van af. Wat
is dat grote ding? Hm? Oh, dat is een persoonlijk project. Niets belangrijks. Wat voor ontwerpen zijn dat? Oh, dat zijn ontwerpen voor de handgemaakte gespen die ik maak. Het speciale zit hem in een stijlvol gebogen metalen achterkant. Met een gepersonaliseerde letter aan de voorkant. Elke letter die de klant maar wil. Ik weet zeker dat ze er leuk uit zullen zien. Ze zijn heel gewild. Weg afgesloten wegens werkzaamheden. Ben zo terug. En dit is mijn beste vriend Loebas. Orchidee Peilinktvis. Van de familie Peilinktvissen. En dit zijn Perry en Tom. Periscope en Tombola zijn mijn kleinzoons. Een paar dieven hebben mijn nicht zwijnvissen meegenomen. Hebben jullie misschien iets verdachts gezien of gehoord? Oh, ik hoorde Stella in de saloon praten over lesgeven aan die groep. Is dat verdacht? Misschien hebben die zwijnvissen zichzelf wel gestolen. Je weet maar nooit met zwijnvissen. Ik ben Freddy. En dit is mijn vriend, Loebas. Hey, hallo. Achtvingerige Victor, dokter in de pianologie. Tot uw diensten. We zijn op zoek naar een paar zwijnvisdieven. Heb jij iets verdachts gezien? Dieven? Nee, daar weet ik niks van. Ik ken alleen de piano. En de piano kent mij meer niet. Sorry, ik kan jullie niet verder helpen, hoor. Geeft niet. Toch bedankt. Stella, eigenares en serveerster van de Sodaloon. Wat kan ik voor jullie doen? We wilden vragen of je de laatste tijd hier nog dieven hebt gezien. Dieven? Nou, er waren hier gisteren wel een aantal verdachte figuren binnen die misschien wel dieven waren. Ze zaten aan die tafel daar. Jongen, misschien hebben ze wel een aanwijzing achtergelaten. Dankjewel. Kijk, Freddy, misschien is dit een aanwijzing. Bijeenkomst bij de duistere dief tijdens de vloed. Onthoud de combinatie en eet daarna dit blaadje op. 3, 0, 7. Ik weet zeker dat die dieven dit hebben achtergelaten. Ik vraag me af waarom ze het briefje niet hebben opgegeten, zoals erop staat. Het smaakt waarschijnlijk naar papier. We
We zullen het maar bewaren. Die combinatie zal wel belangrijk zijn. Ja, hoi, met mij. Luister, ik wil met je praten over die... Griezelig. Zou dat de duistere dief kunnen zijn die in het blaadje genoemd werd? Hé, hey, misschien wel ja. Kom op, laten we dat luik eens onderzoeken. Oké. Als we de combinatie goed intoetsen, dan zal het slot opengaan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Oef, het is ons gelukt. Het is open. Jongen, zeg dat wel. Ik denk dat alleen dat slot die deur op zijn plaats hield. Alle radiostieren nog aan toe. Wat is dat voor geluid? Waar komt die man aan? Snel! Au, Bot-Jan Knorrie. De deur is weer losgegaan. Ik denk dat ik hier gewoon moet gaan zitten om de wacht te houden. Mag je het wel op wacht staan noemen als je zit? Dat moet één van de dieven zijn. Ik hoor de zwijnvissen daar binnen. Kom op, Loebas. Hey Freddy, kunnen we dit briefje nu opeten zoals erop staat? Nou, ik denk dat we de combinatie niet meer nodig hebben. Nu snap ik waarom de dieven het niet opgegeten hebben. Het smaakt naar papier. Deze schuilplaats is alleen voor dieven. Oeps, ik denk niet dat ik had mogen zeggen dat dit een schuilplaats is. Wij kunnen ook dieven zijn. Hoe weet je dat we geen dieven zijn? Dat is makkelijk. Jullie zijn niet gekleed als dieven. Als je een dief was, dan zou je een grote cowboyhoed hebben zoals die van mij. En een gesp zoals die van mij. En een modieuze streekdas. Zien alle dieven er hetzelfde uit? Yep. We dragen allemaal de nieuwste dievenkledij. Je kunt het zien op deze foto in het dievenmagazine. Een grote paarse cowboyhoed. Een grote oude gesp met een L erop. En een strikdas. Omdat jullie deze kleding niet dragen, zullen jullie wel geen dieven zijn. Dus mogen jullie er niet in, omdat deze schuilplaats alleen voor dieven is. Oké, bedankt. Dit is echt een dievenschuilplaats. Ik weet zeker dat de zwijnvissen hier binnen zijn. Wat gaan we nu doen? We moeten nieuwe kleren zien te vinden. Ik geef af... Oké, zwijnvisjes. Stilte! Of anders... Anders roep ik Mr. X. Huh?
Heb jij iets gehoord? Het was waarschijnlijk de stroming. Ik denk het ook. Nou, ik denk dat de ene die hier aan het werk was, nu klaar is. Volgens mij hebben jullie een klein probleempje. Dat kunt u wel zeggen, ja. We hebben deze vloer gemopt voor de grote squaredaas morgen. We zijn er alleen achter gekomen dat de vloer vierkant moet zijn. En we hebben geen hout, niet meer. We hebben nog meer hout nodig om opnieuw te beginnen. Oh, een stuk van ongeveer 7 bij 7 moet genoeg zijn. Goedenavond, mevrouw. Meneer, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Harry Haar en ik vertegenwoordig het Oceania Kauwgom en Moerenbedrijf. Derde grootste distributeur van kauwgom en moeren in het Wilde Westen. Ik ben Freddy Fish en dit is mijn vriend Lubas. Mijn werkgevers hebben mij gevolmachtigd om mijn inventaris op te ruimen om ruimte te maken voor de nieuwste modellen. Alles gaat tenslotte door. Daarom zal ik, Harry Hai, je prijzen aanbieden die zo ongehoord laag zijn dat je zult moeten buigen om ze te kunnen zien. Geweldig! Dat zijn moervast moeren, de beste moeren die ooit gemaakt zijn. Ze zijn er in verschillende vormen en passen gegarandeerd op elk wiel dat na 1986 gemaakt is. En als het niet past, dan kun je je voordeel doen bij ons liberale ruilbeleid. Moervast moeren zijn momenteel leverbaar voor een zeer lage prijs. Slechts 3 paarse zeeegels per moer. Vriendelijke herinnering aan Harry Hai. Je bent Rico Roofhaai 20 mosselen schuldig. Betaal snel. Wat is dit? Oh, dat is... dat is niets. Het is een gedicht dat ik aan het schrijven ben. Dat is een ontzettend vreemd gedicht. Jongen, een echte grote cowboyhoed. Diep! Oh, het spijt me. Ik wist niet dat er nog iemand onder zat. Je had kunnen kloppen. Op een hoed? Wel dat we het konden. Het is een zwengel. Waarom ligt deze nou hier? Hoort hij niet ergens bij? Volgens mij hoort hij inderdaad niet in deze grot thuis. Hoe zou hij hier terecht zijn gekomen? Goeie vraag. Joepie, ik zie nog een paarse zeeegel. Dat is verbazingwekkend. Oh, dan zou je mijn broer eens moeten zien. Oh.
Hier is een paarse zee-eger voor jou. Hartelijk bedankt, jonge dame. In welke van mijn twee uitstekende producten ben je vandaag geïnteresseerd? De heerlijke kauwgom of de ontzettend bruikbare moeren? We zouden graag dat pakje kauwgom kopen, alsjeblieft. Uitstekend, uitstekend! Super Rubber Bubble is echt de meest duurzame kauwgom op de markt. Het zal je niet teleurstellen. De kauwgom kost 2 paarse zee-egels. Dus je kunt me de tweede meteen geven, of ik kan, als je wilt, een kauwgomspaarplan voor je opstarten. Zodat ik je de kauwgom geef als je me de rest betaald hebt. Dat klopt. Hier is een paarse zee-egel voor jou. Hartelijk bedankt, jonge dame. In welke van mijn twee uitstekende producten ben je vandaag geïnteresseerd? De heerlijke kauwgom of de ontzettend bruikbare moeren? Hier is de andere paarse zee-egel voor het pakje kauwgom. Schitterend, schitterend! Alsjeblieft, het is mijn laatste pakje. Misschien zelfs wel het laatste pakje in het Wilde Westen. Je hebt een slimme koop gedaan. Bedankt. Geen geld terug. Freddy Fish, en dit is mijn beste vriend Loebas. Howdy, kinderen. Men noemt mij Sahara Jim. Professioneel reiziger en bluesmuzikant. Muzikant? Speel je een instrument? Harmonica. Wat je ook kookt, het ruikt goed. Het is Sahara Jim's speciale super stoopelt. Mijn eigen recept. Oh. Nog niet helemaal klaar. Er staat gratis hout. Kijk, Freddy, een paarse zee-egel. We zijn rijk! Dit komt waarschijnlijk goed van pas. Hoe heb je dat gedaan? Dat is mijn geheim. Hé, dat zeil houdt het water tegen. Zodat het niet naar beneden komt. Oh, daar is een patrijspoort. Laten we daarheen proberen te komen. We kunnen niet naar binnen. Het waterpeil is te laag. Stel dat die zwengel ergens thuis hoorde. Hier, laat me even helpen. Het is ons gelukt, Loebas. Waarom draait de kamer? Nee hoor, Loebas, jij draait. Oh, dat is beter. Hey, kijk, het is hier nu helemaal met water gevuld. Joepie, ik zie nog een paarse zee-egel.
een kruidenpotje. Dit kan van pas komen. Peper. Oké. Wat dacht je van cake? Lust je cake? Hier, probeer maar. Maar het is chocoladecake. Houd ze in het ijs totdat ik terug ben. Stop. Teken maar met je weet wel wie. En lever dit meteen af. Het is dringend. Ja, meneer. Oh. Hoi, kinderen. Hallo. Hallo. Ben jij de postbode? Nee, ik ben Freddy Fish. Ga weg. Ik verwacht een belangrijk pakje. Oh nee, er ontbreekt een handvat op het deksel. Daarom gaat het deksel niet dicht. Ik ben Freddy Fish en dit is mijn beste vriend, Loebas. Hallo, ik ben u. Dat is vreemd. Jij bent Freddy niet. Nee, u, zoals de letter U. Alleen U? Is het ergens een afkorting van? Ja, het is een afkorting voor Ulysses, Unanimus, Foppus, Evenaardus, Giganticus. Hoe ging het ook alweer verder? We zullen je wel gewoon U noemen. Dat doet bijna iedereen. Is dit jouw zeepaard? Jep, zijn naam is Elmer. Hoi Elmer. Het ziet er naar uit dat het wiel van deze wagen eraf is. Misschien kunnen we hem wel maken. Het lijkt erop dat het wiel alleen een moer nodig heeft om het aan de wagen vast te maken. Ben je klaar om te beginnen? Laat de bellen klappen voordat ze tegen je aankomen. Loebas, wat is rond, paars en stekelig? Zit het op me? Nee, rare. Het is een paarse zeeegel, daar ginds. Oh.
Ik was niet bang. Het is een bot. Ja. Jakkes. Heeft hij niks beters te doen? Misschien kunnen we, als we hem iets te eten geven, langs hem zwemmen als hij aan het eten is. Goed idee. Dat ging snel. Ik denk niet dat dat genoeg tijd was om er langs te zwemmen. Nee, ik denk het ook niet. Dat moet die haai een tijdje bezighouden. Yeah! Hij ziet er eigenlijk best gelukkig uit. Kunnen we een van deze zeesterren meenemen? Natuurlijk. Alsjeblieft, kun je dit stuk hout gebruiken voor de vloer? Nou, dat ziet er goed uit. Perfect, jong. Ah, wel, bedankt. Zeg, waar zijn we iets schuldig, hè? Graag gedaan. Ons werk zit erop. Denk te gaan wat ik denk. Koffiepauze? Inderdaad. Zouden we, nu jullie vloer klaar is, misschien de schroevendraaier even kunnen lenen? Natuurlijk. Je mocht hem zelf zouden. Zie het maar als betaling voor een goede uitgevoerde klus. Ga, bedankt. We zouden graag één van je moeren kopen, alsjeblieft. Natuurlijk. De moeren kosten 3 paarse zeeegels. Dus ik zal een moerenspaarplan voor je opstarten. Je kan dan je moer krijgen als je me de andere 2 paarse zeeegels betaald hebt. En mag ik erop wijzen dat een moer vast moer een voortreffelijke investering is? Ja. We hebben... Hier is nog een paarse zeeegel voor onze moer. Heel goed. Eens kijken, dan moet je nog 1 paarse zeeegel betalen voordat de legendarische moervastmoer helemaal van jou is. Hier is de laatste paarse zeeegel voor onze moer. Kunnen we hem nu krijgen? Natuurlijk. Je kunt elke vorm kiezen die je maar wilt. En als hij niet past, dan kun je hem terugbrengen en ruilen voor een andere. Wij... Deze ziet er goed uit. Bedankt. Nee, jij bedankt. Kunnen we nog een moer kopen? We hebben geen moer meer nodig. Goedenavond, meneer. Ben je geïnteresseerd in...
Heb je de 20 mosselen die je me schuldig bent, Harry? Niet helemaal. Hoeveel is niet helemaal? Ik heb een paar paarse zee-egels. Weet je, mijn hondvis moet een operatie ondergaan. Wees maar niet bang. Ik ben met een hele grote zaak bezig. Ja, welke dan? Ik kan alleen zeggen dat hij heel groot is. Ik heb je mosselen binnen een paar dagen. Ja, oké. Waar je ook mee bezig bent, ik hoop dat het winstgevend is. Oh ja hoor. Het is heel winstgevend. Excuseer me, meneer. Garnaal is de naam. Vroeger was het Sheriff Garnaal, maar ik denk dat het nu gewoon Garnaal is. Wat is er met het sheriffdeel gebeurd? Ze hebben mijn gouden ster afgepakt. Je kunt geen sheriff zijn zonder een gouden ster. Men zou je niet meer respecteren. Misschien kunnen we je helpen om je ster terug te krijgen. Ja. Zal ik eens wat zeggen? Deze staat zou je een grote dienst schuldig zijn als je dat zou doen. Ik denk dat deze van jou is. Hij lijkt veel op de ster die ik vroeger had. Maar die van mij was natuurlijk goud. Dat waren nog eens tijden, zeg. Hier, probeer wat peper. Ik hoop dat hij niets bezeerd heeft. Ja, ik heb nog nooit iemand zo zien niezen sinds een kind op school een wormpoppetje in zijn neus had. Dat was jij, Lubas. Oh ja. Hey, een harmonica. Is hij kapot? Ik denk dat je alleen wat lessen nodig hebt. Dit is moeilijker dan het lijkt. Ik vind deze gouden zeester mooi. Laten we hem in plaats van die andere meenemen. Het lijkt precies op die waar de sheriff het over had. Gemaakt. En het blijft daar ook zitten, hè?
hoeven geen lijm of zo te gebruiken. Voorzichtig, hè? Praat in de buurt van Elmer niet over L.I. in. Dat jaagt hem verschrikkelijk op. Wat heeft hij tegen lijm? Deze oude brievenbus mogen hebben, nu je hem toch niet meer gebruikt. Natuurlijk. Neem maar mee. En laat me daarna lekker met rust. Bedankt. Hier, zou je deze harmonica willen hebben? Of ik dat wil. Dit is fantastisch. Hier. Jullie krijgen deze mooie strikdas in ruil. Met mijn complimenten. Bedankt. Ontzettend bedankt. Nu kan ik de blues weer spelen. Oké, zwijnvisjes. Let op. Ik heb veel moeite gedaan. En het kostte me veel geld om deze kunnen schrappen te huren of voor jullie over dit hek te spelen. Dus stel ze gewoon en ga slapen. Alsjeblieft. Alsjeblieft, gewoon slapen. Alsjeblieft. Hier, ik denk dat deze van jou is. Mijn zeester! Yahoo! Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Wat jullie ook nodig hebben, je hoeft het maar te vragen. Wat dacht je van die mooie grote cowboyhoed? Natuurlijk, ik heb dat oude ding toch niet meer nodig. Als jullie me nu willen excuseren, ik moet kijken of iedereen zich aan de wet houdt. Dieven moeten worden gevonden. Sheriff Garnaal is weer terug. Maar we weten waar de dieven zijn. Hé, hey, jij daar! Dat is een laadzone. Het lijkt erop dat we nog steeds zelf die dieven moeten vangen en de zwijnvissen moeten bevrijden. Kom op. Ja. Jongen, een grote cowboyhoed. Dat is fantastisch. Hoe zie ik eruit? Alsof je een kleinere hoed nodig hebt. Ja, misschien heb je wel gelijk. Bill, ik weet het echt niet meer. Deze zwijnvissen maken me gek. Ze willen niet eten of slapen. En ze maken zo'n kabaal. Waar hebben ze die accordeon vandaan? Ik weet het niet. Heb je al geprobeerd om hen dat verhaal te vertellen over je reis naar Atlantis? Dat werkt bij mij altijd.
Oh, bedankt hoor. Ik zal Mr. X maar weer bellen. Om erop te doen en ik ga aan de slag. Hier, dit is voor de gesp. Oké, achteruit. Jax? Mijn beste werk. Alleen nog een gesp. Alsjeblieft. Bedankt. Ja, bedankt meneer Torso. Alsjeblieft, noem me Nelson. Het enige wat ik wilde, was ooit een zwijnvishouder te zijn. Ik wist niet dat het zoveel werk was. Misschien zijn er een paar trucjes die we niet kennen. Ja, nou... Ik ga maar weer naar binnen. Laat geen vreemde naar binnen, oké? Okidokie. Beter. Wat denk je? Het is misschien een beetje groot voor jou. Maar zie ik eruit als een dier? Oh. Ja. Hiermee zie ik er nog meer als een dief uit. Dat is een goede dievenvermomming, Freddy. Bedankt, Lubas. Ik hoop dat ik hiermee de wacht voor de gek kan houden. Lubas, jij blijft hier, terwijl ik probeer voorbij de wacht te komen. Wacht, ik ga met je mee. Goed idee, Lubas. Stop, dit is hem. Hey, howdy, lieve collega. Howdy. Ik neem aan dat Mr. X jullie gestuurd heeft om ons te helpen met de zwijnvissen, hè? Arme Bob. Hij heeft het behoorlijk moeilijk met die zwijnvissen. Nou, ga maar naar binnen. Hij zal blij zijn om jullie te zien. Bedankt.
Het is ons gelukt! Sst! Het is ons gelukt. We zijn binnen. Aan welke kant denk je dat de zwijnvissen zitten? Nou, ik denk dat het gekrijs van... Ah! Hey, jullie zijn geen dieven. Wat doen jullie hier? We gingen net weg. Jullie gaan nergens heen. Mr. X weet wel wat we met jullie moeten doen. Niemand weet wat ik heb meegemaakt. Wat doen we nu? Hij bewoog niet eens. Noop, deze deur zit duidelijk op slot. Hey, het lijkt erop dat er onder al deze kanonskogels een uitweg is. Oh, deze zijn zwaar. Daar, dat moet genoeg zijn. Hey, kijk, hier zijn ze. Daar zijn de verdwenen zwijnvissen dus. Wij zijn niet verdwenen. Wij weten precies waar we zijn. Nee, niet doen. Daar gingen de dieven heen. En ze hebben de deur ook op slot gedaan. Ze bewegen een beetje als we eraan trekken. Als we iets kunnen vinden waarmee we ze een goede, stevige ruk kunnen geven, dan komen ze er denk ik wel uit. Misschien kunnen we de zwijnvissen door dit gat eruit krijgen. De zwijnvissen passen daar niet doorheen. Maar het lijkt erop dat wij dat wel kunnen. Ik denk dat we een andere manier moeten verzinnen om de zwijnvissen te bevrijden. Ze hebben een grotere opening nodig. Volle kracht vooruit, matroos! Hoorde jij ook iets? Een krakend geluid? Volgens mij kwam het daar vandaan. Kijk eens naar deze handige haak. Denk je dat hij van een piraat is geweest? Ik weet het niet, maar ik durf te wedden dat hij van pas zal komen. Hier, waarom hou je hem niet bij je? Oké. Ik durf te wedden dat als we deze hak aan de ketting vastmaken, het tot bij die tralies komt. Hiermee kunnen de zwijnvissen vrijgelaten worden. Joebas, maak je klaar om het anker neer te laten. Klaar, Freddy. Ga je gang, maatje.
Wat? Nee! Kom terug! Kom alsjeblieft terug! We gaan naar huis. Dat eten is hier verschrikkelijk. Wat moeten we nou doen, Bob? Ik denk dat jullie jezelf aan moeten geven. Jullie staan onder arrest in de naam der wet. Wet? Welke wet? Ja, ik zie geen wet. Dan stel ik voor dat jullie je omdraaien en heel langzaam. Het is Sheriff Garnaal. Ja, en alle anderen uit het dorp blijkt het wel. Jochies, dat was indrukwekkend goed werk om deze twee aan te houden. Ik zal ze nu naar de gevangenis brengen. Jullie moesten jezelf schamen. Wacht even, Sheriff. Er is nog iemand betrokken bij deze zwijnvisdiefstal. Ja, dat klopt. Ze bleven praten tegen iemand die Mr. X werd genoemd. Ik heb zijn gezicht nog nooit gezien, maar hij had de leiding. Hij heeft de roof en alles gepland. Is dat zo? Wat als dat inderdaad zo is? We zullen nooit zeggen wie Mr. X is. Ja, jullie zullen hem nooit vangen. Eigenlijk weet ik al wie Mr. X is. Hij is zelfs in deze kamer. Toen de dieven Loebas en mij vingen, belden ze Mr. X om te komen beslissen wat ze met ons moesten doen. Ik vermoedde dat hij hier al was toen jullie allemaal aankwamen en toen gewoon tussen de menigte is geglipt. Nou, welke is het dan? Meneer Hai, jij hebt de laatste tijd nogal wat financiële problemen, is het niet? Hoe kom je daar nu bij? Loebas en ik hoorden je hierover met een leenhaai praten. We lazen ook uw schuldbekentenis, ook al wilde je ons wijsmaken dat het een gedicht was. Je stal de zwijnvissen om je schulden te betalen, is het niet? Ja, ik ben bang van wel. Waardoor kwam je op het idee? Het was de kauwgom. Je had een ontzettend kleine voorraad voor een kauwgomverkoper. En ik vroeg me af wat er met de rest gebeurd was. De zwijnvissen waren er nog steeds op aan het kauwen toen we aankwamen. Ja, Super Rubber Bubble gaat heel lang mee. Het is een fantastisch product waarvoor ik geld geleend heb om hierin te investeren. Maar het ging niet zo goed met de verkoop en ik ging bijna failliet. Ik dacht dat als ik de zwijnvissen niet zou kunnen verkopen, ik in ieder geval een zwijnvishouderij zou kunnen beginnen. Wat, zoals je weet, een veel respectabeler beroep is dan de verkoop. Nou, dat is geen excuus. Jullie moeten je allemaal schamen. Je moet gewoon niets pakken dat niet van jou is. Je kwetst daar anderen mee. En het is ook gewoon verkeerd. Je hebt gelijk. Het spijt ons. We willen eigenlijk geen dieven zijn. We willen alleen graag zwijnvissenhouder zijn. Maar we weten niet hoe. Zwijnvissenhouder, zegt je? Ik heb nog steeds wat hulp nodig bij mij thuis. Ik ben blij dat alles zo goed afgelopen is. Freddyke, Loebas, ik kan Olly niet genoeg bedanken voor alles wat Golly gedaan heeft. De zwijnvissen zijn veilig thuis. En de dieven zijn gevangen genomen. Yeehaw! Hoe gaat het met hun straffe alternatief? Je bedoelt alternatieve straf, jongen! Oh ja, hoe gaat het daarmee? Ik denk dat het goed helpt. Het is hard te werken, maar als ik klaar met ze ben, dan zijn het echt zwijnvishouders. Kunnen wij ook leren om zwijnvishouders te worden? Natuurlijk. Alsjeblieft, ik heb iets voor jullie. Grote cowboyhoeden. Die van ons is middelgroot, dus hij zal precies passen. Wauw, jongen. Allee, vooruit, jullie tweeën. Ik zal jullie laten zien hoe dat je een lasso knoopt. Geef me een ranch en een zwijnvis of 10, dan ben ik gelukkig en blij. Yeah.
Zodaloon is gezellig, ik ga er graag heen. Oh, geef me een ranch en een zwijnvis of 10. Dan ben ik gelukkig en blij. Oh mijn liefste, Clementine.